KV Mechelen Antwerp, het nummer 2 tegen het nummer 3. KV won de Europa Cup, RAFC stond op Wembley. Meer dan 10.000 toeschouwers. Achter de kazerne heerste de sfeer van de grote dagen. De Mechelse kakkers zitten direct goed in de wedstrijd. Kans 1 is, na 5 minuten, voor de gevaarlijkste thuisspeler. Bjorn Vlemings kopt, Ristovic redt. Kans 2. Na een misverstand tussen Ristovic en Cissé komt Kielo Lezi in omhaalpositie. En alweer de vingertoppen van Ristovic. KV blijft de betere ploeg, maar wordt minder gevaarlijk. Antwerp komt het eerste half uur 1 keer tot een doelpoging. Het is Suleiman die kan aanleggen, maar ver overplaatst. Een minderheid van Antwerp supporters laat zich dan van zijn slechtste kant zien. Het wil de gevaarlijke Bjorn Vlemings vellen met een alcoholvergiftiging. Als voor spreekoren een wedstrijd kan worden stilgelegd, moeten ook voor dit gedrag sancties gezocht worden. Dit blijft zonder gevolgen. Antwerp kan intussen zijn drie spitsen amper bereiken. Dong en Campbell bedienen Olguin. De Argentijn wordt afgestopt in een moeilijke eerste helft. Ruststand 0-0. In de tweede helft zakt Olguin terug op de rechterflank. Antwerp slaagt er nu wel in KV van het doel te houden en is na 1 minuut zelf gevaarlijk met een kopbal van Dong. Het veldoverwicht blijft voor de thuisploeg, maar wordt met de minuut sterieler. De spanning met de minuut meer onhoudbaar. Peter Maas en Warren Joyce demonstreren. Get a bit excited, yeah. You know, and you know, we said to the players before the game, myself and Andy, it's nights like this. You want to actually play as well. You want to be out there and playing. And you know, unfortunately, we're too old now and can't. Twee kleine kansen. Vlemings strapt over voor Mechelen. En Fang Zhudong doet, na een knappe actie, hetzelfde voor Antwerp. Nog 8 minuten. Antwerp slaagt er voor het eerst in de bal lang in eigen rangen te houden. Hiltan, Suleiman, Di Gregorio, Evans, Verbist en Olguin. Via 6 stations komt de bal bij Simpson. Die kan dribbelen. En voorzetten. Alexandre Di Gregorio legt de 0-1 in het net. En een bom in het Antwerpvak. En zo staat KV Mechelen Antwerp na 82 minuten op 0-1. Het schot van Di Gregorio wijkt af op Berdond. De voorsprong met een gelukje. En niet echt verdiend, maar... Binnen is binnen. Adrenaline naast en op het veld. Vlemings wil overijverig Simpson recht helpen. Evans reageert. Enerzijds begrijpelijk, anderzijds dom. De tweede rode kaart al voor Jonathan Evans. Tegen Kortrijk zal hij er niet bij zijn met interlandverplichtingen. Tegen Ronsen zal hij geschorst zijn. En dit is de laatste van 3 hoekschoppen in een ijzingwekkend slotoffensief van KV Mechelen. Antwerp wint met 0-1 op het veld van KV Mechelen en wint de strijd om de tweede plaats. Magnificent. It's always good to beat a win a derby game and all the game like we was defending all the way through, but all the teams stuck together and got a goal in the end and I think we deserved it. In the end we're just all happy and look at the fans. It means a lot to them. So I'm just happy. Fraser, it's like an English atmosphere, isn't it? Yeah, it's better. I've never seen an atmosphere like this. Never played in front of such a dedicated crowd. We worked hard tonight and we gave the fans what they deserved, really. A 1-0 win against the rivals is just great.